Lieve Facebookvrienden van Vacanze col Cuore, goedemorgen en welkom terug bij mijn wekelijkse update over hoe het allemaal gaat intern onze groep Vacanze col Cuore. Vandaag bevind ik me in Minerva del Garda en ik ben op Civino's Glamping Boutique aan het meer zoals jullie zien. Het is een beetje mistachtig vandaag, maar gelukkig minder koud dan vorige week. Dus de vogeltjes zijn ook weer begonnen met fluiten, dus het lijkt dat we richting het voorjaar gaan. Ik ben vandaag hier omdat ik jullie wat nieuwe accommodaties wil laten zien die we aan het plaatsen zijn. En we zijn ook bezig om een restyle aan ons toiletgebouw te geven. En dat wou ik graag even met jullie delen. Ga met me mee. Als eerst wil ik jullie onze airstays laten zien. Deze hele schattige tenten op twee verdiepingen waar je onder een tafeltje hebt en boven een tweepersoonsbed. En die zijn we hier aan het plaatsen in een kringetje zoals je kan zien. En hier in het midden zullen we een terras bouwen. Een houten terras met een tafel waar mensen gemeenschappelijk gezellig kunnen zitten met dit prachtige uitzicht. Dit zijn de tweede accommodaties die we aan het plaatsen zijn. Dit zijn de Coco Suites. En we hadden er vorig jaar al een aantal hier op Civino's Glamping Boutique. En dat was een hele grote hype geworden. Iedereen was er gek op, dus we hebben besloten om er meer te plaatsen. Ze zijn nog niet klaar zoals je kan zien, dus de hele buitenkant moet nog gebouwd worden. Maar het mooie hiervan is dat er heel veel ruimte aan de voorkant is en dat iedereen van dit prachtige uitzicht kan profiteren deze zomer en genieten. Ook in het sanitair gebouw zijn we hard bezig. Zoals jullie kunnen zien, we zijn het plafond aan het verbouwen. En we zullen spotjes in het plafond plaatsen, zodat er meer licht is in het sanitair blok. En we zullen er ook wat muziekboxen in hangen, zodat jullie ook naar de muziek kunnen luisteren. Als laatste wilde ik jullie nog even updaten over de situatie van corona in Italië. Eindelijk gaat het de goede kant op. Ik had jullie al gezegd de afgelopen weken dat de aantallen zeg maar wel begonnen te kloppen van zieke mensen en de mensen die over corona heen waren. Maar wat nog belangrijker is, is dat eindelijk restaurants en bars weer open zijn tot 6 uur 's avonds. Dus we kunnen eindelijk weer 's ochtends een lekkere cappuccino gaan drinken. En om 1 uur een lekker bordje Italiaanse pasta eten in een restaurantje. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En ook de niet-essentiële winkels zijn allemaal weer open. Dus na heel veel maanden met moeite zeg maar, is het eindelijk weer positiever. Is het zonnetje weer in alle opzichten op Italië gaan schijnen. We don't give up en ik hoop jullie snel hier in Italië te mogen welkomen. Een hele fijne dag.